Het sneeuwde en dat drukte de pret helemaal niet toen de scharrelkids van het IVN zondagmorgen het Nijdisbos ingingen. Bomen was het onderwerp. Hoe meet je de lengte, de dikte en hoeveel wortels onder de grond? Die boom die heeft wel een kroon, maar die heeft 2 keer zo grote voeten. Ja. Dus meer dan 2 keer. Dan gaan we naar de boom toe. Gaan we meten. Dat hij er precies tussen past. Jij neemt gelijk een hele tak mee. Ja, is goeie. Terug in het tijdelijk natuurhuis is er warme chocolademelk en vertelt Sofia Fernandes wat er allemaal geleerd is. Wij gingen naar het bos en dan gingen we kijken en leren hoe lang de wortels van een boom zijn. En nu zitten we hier de jaringen van een boom te tellen en blaadjes te bekijken waar de nerven zitten. En die wortels van een boom, zijn die erg groot? Ja, die kunnen soms wel 2 keer zo lang als de boom worden. En dan zag ik ook iets heel ingewikkelds, een soort web. Wat was dat dan? Dat gingen we kaartjes om je nek en er stond op wat je allemaal nodig had. Bijvoorbeeld met energie, daar had je zon nodig. En dan moesten we een gele draadje aan de zon koppelen. En met dat soort dingen, die moest je dan overal aan vastkoppelen. Als plant heb je dan bijvoorbeeld ook nog zelf ook nog natuurlijk zuurstof nodig. Dus dan kan je jezelf aan jezelf koppelen. En als dier heb je ook zuurstof nodig. Dus dan kan je je touwtje met zuurstof, die kan je dan aan een plant koppelen. Hebben we nog meer nodig? Ja, de bodem. Die moet je ook aan de. Je bodemtouwtje moet je dan aan de bodem koppelen. Wat gebeurt er nou als een van die 4 wegvalt? Stel, er is geen water meer. Als een van die 4 wegvalt, dan valt alles ook weg. En dan ben je gewoon. Dan ga je gewoon dood. Eigenlijk, ja. Wist je dat al voordat je hier kwam? Eigenlijk niet, nee. Nee. Nou ja, hebben we allebei iets geleerd, hè? Ja. Ja. Okay. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan.